Goedemiddag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Nog steeds zijn er een aantal storingen actief in vooral Oost, Centraal en West-Europa. Met name een hele grote storing in West en Centraal Europa zorgt voor veel wolken en op veel plaatsen ook enige tijd regen of een aantal buien, maar ook een actieve storing in de vorm van een koufront in Oost-Europa zorgt ook daar voor een aantal stevige regen en onweersbuien, waarbij plaatselijk ook zware windstoten en forse hagelstenen mogelijk zijn. Als ik alles in beweging zet is te zien dat alles geleidelijk aan richting het oosten opschuift. Met name boven het oosten van Europa zien we dus die witte plukken flink toenemen. En dat zijn dan zware onweersbuien die hard aan het groeien zijn. Bij ons zien we ook heel veel wolken. het valt plaatselijk ook behoorlijk wat regen. Met name in het zuiden van de Benelux. Maar in het noorden van de Benelux, daar is de bolking wat dunner. En komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Als ik er eventjes een actueel radarbeeld bij pak, dan is te zien dat de regen vooral in het zuiden van het land valt. Op heel veel plaatsen lijkt het droog, maar onder het dikke wolkendek vallen hele fijne regendroppeltjes naar beneden die de regenradar niet goed kan zien. Dus op veel plaatsen valt alsnog wat lichte regen of motregen. Waar het droog lijkt alleen in het noorden van het land, daar schijnt dus af en toe de zon door wat dunne bewolking heen en is het ook het vaakst droog. Vanavond dus ook enige opklaring in het noorden van het land. Het is niet koud met temperaturen van 18 of 19 graden. Maar in het zuiden, daar blijft het bewolkt. En valt er nog enige tijd regen. De zuidwestenwind die blijft flink staan. En is dan matig boven land. Windkracht 3 tot vrij krachtig of krachtig aan zee, windkracht 5 of 6. Komende nacht raakt het dan uiteindelijk overal weer bewolkt. En kan er overal weer een beetje lichte regen, motregen of soms stevige regen gaan vallen. De minima die komen vrij hoog uit met waarden tussen 16 en 18 graden. De laagste waarden in het noordoosten van het land, daar waren het soms nog eventjes opklaart. En ook morgen zijn we dan nog niet van de wolken en de buien af, want het is vaak bewolkt. De temperaturen wel iets hoger dan vandaag met 20 tot lokaal 22 graden. En nog steeds die stevige zuidwestenwind, matig boven land tot krachtig aan zee 4 tot 6 boven voor. Misschien dat later op de dag in het noorden van het land de zon opnieuw, net als vandaag weer, gaat doorbreken, maar dat is nog eventjes uh, onzeker. Wat wel zeker is, is dat het de komende dagen een stuk beter gaat worden dan bijvoorbeeld vandaag en gisteren. Donderdag zien we al wat vaker de zon. Lopen de temperaturen iets verder op naar 20 tot 23 graden. En ook vrijdag lijkt een prima dag te worden met vooral landinwaarts een aantal buien. Waarbij lokaal ook een klap onweer mogelijk is. Temperaturen dan ietsjes lager dan donderdag met 20 tot 21 of 22 graden. Maar vanaf zaterdag dan wordt het echt een stuk beter. Een heel enkel buitje. Temperaturen vrij hoog, tenminste rond de normaal of voor de tijd van het jaar met zo'n 23 graden. En als we dan nog iets verder gaan kijken naar zondag, dan en maandag, lijkt het dan misschien zelfs plaatselijk zomers warm te gaan worden, met lokaal 25 of 26 graden in het binnenland. Er komen een aantal hoge drukgebieden in de buurt. Dat betekent dat de zon vaker gaat schijnen en ook dat het vaker droog gaat worden. Want in de neerslaganimatie is dat heel goed te zien: dat vanaf donderdag de neerslagkans beduidend afneemt en dat met name op zaterdag, zondag en maandag het misschien vrijwel overal droog gaat blijven. Vanaf dinsdag dan komen de storingen weer in de buurt. En neemt de neerslagkansen weer toe. En daarmee ook de wisselvalligheid. Mogelijk op zondag en maandag dus zomerse temperaturen. Met in het binnenland 25 graden of iets meer. Maar vanaf dinsdag dan komt al de klad er weer in. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.